De cijfers van SBM die waren min of meer als verwacht. De omzet, de mooie omzetgroei. Maar het EBITDA, ja, dat was 10% lager. En dat is niet zo heel verwonderlijk als je erbij in oogschouw neemt dat ze aan het begin van het jaar de accounting iets wat conservatiever hebben gemaakt. Waardoor ze de winsten wat voorzichtiger nemen. En ja, SBM is op uitzondering van een aantal probleemprojecten, doen ze het normale werk heel erg goed en dan verwacht ik eigenlijk geen problemen. Dus ik verwacht dat het resultaat in het tweede helft van het jaar ook wel weer fors verbetert. Dus wat dat betreft ja, iets voorzichtig in de winst, maar ja, dat is gezien het verleden van SBM ook heel belangrijk. De probleemprojecten die gaan eigenlijk zoals we verwachten. Diep Panuke, dat is een project in Canada, dat wordt aan het eind van het jaar, of voor het eind van het jaar zelfs afgerond. Dus ja, dat was eigenlijk een minder groot probleem en dat gaat dus goed komen. Het Eimen-project, ja, daar ligt het natuurlijk nog wel wat anders. Ze herhalen weer dat ze voor medio november duidelijkheid willen hebben over de verdere planning van het project. Ja, er zijn wat problemen, onder andere scheurtjes bij de fundering. Maar ja, we moeten afgaan op wat SBM zegt. En die zeggen van ja, we hebben de voorzieningen getroffen wat wij denken dat het zal moeten kosten. Dat is ongeveer $1 miljard. Nou, dat vind ik al een behoorlijk bedrag. En ze herhalen er ook bij van ja, het kan ook substantieel meer of minder zijn. En ja, wij sluiten niet uit dat er misschien nog extra voorzieningen getroffen moeten worden. Maar dat is denk ik al volledig in de koers verwerkt. Die paar honderd miljoen hoogstens zou kunnen zijn, ja, daar komen we overheen. Dat is eenmalig en vanaf volgend jaar is dat dan afgelopen. Ja, dat compliance issue, dat gaat dan over ja, problemen dat ze zich bij bepaalde projecten niet aan de regels hebben gehouden. Mogelijk misschien omkopingen. Daar is heel weinig duidelijkheid over. Ze hebben wel gezegd dat ze het onderzoek daarna hebben afgerond. De resultaten hebben gemeld aan de desbetreffende overheden. En ik denk eigenlijk dat daar niet zoveel kosten aan voorbij zitten. Ze zeggen zelf van if any, van als er ook wel kosten aan zijn. En dat komt omdat ze ja, eigenlijk heel weinig in Amerika activiteit hebben. Minder dan 5% van de omzet komt uit de Verenigde Staten. En als je ergens nou hoge kosten hebt op fraude of compliance issues, dan is het wel in Amerika. En ik denk dat dat dus niet zo speelt. Dus daar ga ik vanuit dat dat eigenlijk verwaarloosbare kosten zijn. We hebben een koopadvies op SBM Offshore. Wij vinden dat die kosten die mogelijk op het Eimen-project zitten veel te ver zijn doorberekend in de koers. Ik denk dat die kosten wel mee zullen vallen. Je weet het niet, dat is gewoon ja, het risico wat je neemt. Maar ik weet wel dat het eenmalige kosten zijn dat ergens in de loop van volgend jaar dat project opgeleverd wordt. En dat ze dan weer gewoon de dingen doen waar ze goed in zijn. 5-6 keer de winst is veel te laag voor SBM. En er is nog een kans dat ze overgenomen worden. Want SBM is een hartstikke goed bedrijf met tijdelijk wat problemen. De balans is overigens uitstekend. En ik kan me zomaar voorstellen dat bijvoorbeeld een Aziatische werf wel trek heeft in SBM en een bod doet. Of misschien General Electric, wat ook in de olieindustrie zit. En ook een grote leaseactiviteit heeft, alhoewel ze die leaseactiviteiten wel wat willen afbouwen. Kortom, het is een redelijk laag gewaardeerd bedrijf wat verder eigenlijk heel goed is. En er is nog een kans op een overname.